De eerste golf is Londen in de tweede golf aan het worden. Hè? Die schrikbeelden van die rijen met ambulances die er daar voor de ziekenhuizen staan. Maar daar is iets heel bijzonders aan de hand in die Londense ziekenhuizen. Want wat gebeurde daar? Die ziekenhuizen die blijken helemaal niet zo vol te liggen. Dus het schrikbeeld waar wij nu deze nieuwe lockdown weer aan te danken hebben. Hè, of de verlenging van de lockdown. Ja, dat is toch gebaseerd op een schrikbeeld waar nog wel het nodige over op te merken is. Van welke wappie-site heb je dat? Dat heb ik van de BBC. Zo. Nou moet je natuurlijk altijd een beetje voorzichtig zijn met wat de BBC vertelt. Hè? Of dat allemaal wel klopt. Nou, zeker. Maar wat er daar gebeurde, dat is wel heel grappig hoor. Want in Engeland schijnen de ziekenhuizen dan helemaal te overstromen. Maar er lopen dus allerlei mensen door de gangen van die ziekenhuizen filmpjes te maken. En die zeggen dan, ja, maar er is hier helemaal niemand. Ik loop hier in een leeg ziekenhuis en waar is iedereen? Ja. En er hebben dus al mensen ook boetes gekregen van £220 voor het verspreiden van die filmpjes op sociale media, want dat mag je dus niet laten zien. Nee. En toen ging de BBC dat fact-checken. Die gingen dus kijken van, hey, hoe kan het dat mensen filmpjes kunnen maken van lege ziekenhuizen, want de ziekenhuizen liggen vol. En wat bleek nou, dat kwam uit de fact-check van de BBC, de ziekenhuizen liggen inderdaad minder vol dan in een normaal griepseizoen.